Heb jij wel eens in de bediening gewerkt of als verkoper bij een fastfoodrestaurant of zelfs in een winkel? Bij deze baden kom je met veel klanten in contact en zijn we bekend met de fooi die vaak gegeven wordt door klanten. Als dank voor een goede service. Jij zal je vandaag dan echt terug kunnen vinden in het verhaal dat ik je zal vertellen. Maar voordat ik van start ga, wil je eerst abonneren op ons kanaal en de notificaties aanzetten. De vrouw die een fooi weigerde te geven. Het verhaal van vandaag gaat over een ober en een vrouwelijke klant. Deze ober was gewend een fooi te krijgen van klanten en verwachtte het vaak genoeg ook, alhoewel hij er niet zelf om vroeg. Op een dag kwam er een vrouw langs bij het restaurant waar de ober werkte en zoals gewoonlijk verwachtte hij stilzwijgend een fooi. Maar de vrouw weigerde dit te geven. De ober uit dit verhaal heet Armando Marcage en hij was 27 jaar oud toen het allemaal gebeurde. Hij werkte in een pizzeria in Harlem, New York City. De pizzeria werd in 1993 geopend en stond bekend om hun heerlijke pizza's. De wanden van het restaurant waren gedecoreerd met foto's van verschillende bekende gezichten, allemaal mensen die het restaurant hadden bezocht. Armando had deze baan nodig om zijn studie te kunnen betalen. Hij werkte heel hard in het restaurant en bood de klanten de beste service die hij maar kon bedenken. Hij was altijd vriendelijk tegen de klanten en had ook altijd een glimlach op zijn gezicht. Het restaurant werd altijd druk bezocht, maar de zaterdag was de drukste dag. Mensen vanuit de hele stad en omstreken kwamen dan naar het restaurant om een gezellige tijd te hebben en om lekker te eten uiteraard. Het was op een van deze drukke zaterdagen dat een vrouw en haar dochter het restaurant bezochten. Armando zag hen binnenkomen en aan een tafeltje plaatsnemen. Hij maakte zich gereed om hen te bedienen en hij merkte dat ze de foto's aan de wand van het restaurant aan het bekijken waren. Nadat Armando hen van een afstandje geobserveerd had, zag hij dat ze er niet bepaald vrolijk uitzagen. En hij wist gelijk dat dit wel eens een lastige avond kon worden. Maar het was zijn taak om de klanten tevreden te stellen en hij ging ervoor. Armando liep de tafel van de twee tegemoet en heette hen met zijn warmste glimlach van harte welkom. Ze bestelden twee punten pizza en het leek soepel te gaan. Hij was opgelucht en liep net weg toen de vrouw hem terugriep en een vraag stelde. Armando had geen idee welke vraag de vrouw zou stellen en was er ook niet op voorbereid. Ze vroeg aan Armando waarom er zo weinig foto's van vrouwen aan de wand hingen. De wrok in haar stem was duidelijk te horen bij elk woord dat ze uitsprak. Armando stond versteld van de vraag en zocht naar de juiste woorden om de vrouw te beantwoorden. Hij deed zijn mond als een vis open en weer dicht omdat hij de juiste woorden maar niet kon vinden, terwijl de vrouw hem doordringend aankeek. Hij kon haar natuurlijk niet gewoon achterlaten, omdat ze wel degelijk op een antwoord wachtte. Kun jij je de situatie van Armando voorstellen en hoe hij zich voelde? Armando wist nog steeds niet wat hij de vrouw als antwoord moest geven en maakte er een grapje van. Hij vertelde de vrouw dat vrouwen misschien niet veel pizza aten en dat er daarom weinig foto's van hen te zien waren op de muren. Hij lachte er een beetje nerveus bij. Was dit wel het geschikte moment om een grapje te maken? Het gezicht van de vrouw betrok en ze keek Armando gemeen aan. Ze zou Armando laten boeten voor het lacherige antwoord dat hij gaf op haar serieuze vraag. Maar Armando had niet veel tijd om erover te piekeren, omdat hij nog een heleboel andere tafels had die bediend moesten worden. Het gedrag van de vrouw was niet bepaald vreemd voor Armando, omdat hij wist dat niet alle klanten hetzelfde waren. Hij kon ondertussen het verschil maken tussen de aardige klanten en de minder aardige klanten. Het hoorde allemaal bij zijn baan als ober. Alhoewel hij zich dus altijd voorbereidde op klanten zoals deze vrouw, ging het toch niet altijd even gemakkelijk. Desondanks probeerde hij al zijn klanten even goed te behandelen en de beste service te geven. Hij was altijd blij met de fooi die hij kreeg, maar die zaterdagavond wist hij dat hij geen fooi van de vrouw hoefde te verwachten. Maar hij had het glad mis. Als ik het goed heb, ben je nog steeds aan het kijken en heb ik dat niet mis. Klopt dat? Kun je je dan abonneren op ons kanaal als het nog niet gelukt is? Oh ja, vergeet ook niet om het belletje aan te zetten, zodat je op de hoogte bent wanneer wij weer nieuwe video's online plaatsen. Als het gelukt is, dan gaan we mooi verder. Nadat Armando de vrouw voorzien had van een pizza, ging hij verder met zijn andere klanten en hij vergat al gauw dat de vrouw in het restaurant zat. Toen ze er genoeg van hadden, vroegen ze om de rekening en hij zorgde ervoor dat deze naar hen toe werd gebracht. Hij had in de tussentijd geen contact meer met de vrouw gehad en zijn doel was nog steeds om alle klanten tevreden te stellen. Hij haastte zich om de rekening weer op te halen, terwijl hij onderweg een andere tafel bediende. Hij was verrast toen hij een lege tafel aantrof. Het enige wat hij hoopte was dat de vrouw het restaurant niet onbetaald verlaten had. Want dat zou best kunnen nadat hij het humeur van de vrouw verpest had met zijn antwoord.
Maar toen hij de rekening oppakte, merkte hij dat ze tot de laatste cent betaald had. Maar ook geen cent meer, er zat dus geen fooi bij. Om het nog gekker te maken, zat er een briefje bij de rekening. De woorden die Armando las op het briefje maakten dat hij zich beledigd voelde. De vrouw schreef dat vrouwen misschien ook geen fooi geven. Het leek wel alsof ze hem strafte voor het antwoord dat hij eerder op de avond had gegeven op haar vraag. Maar de vrouw realiseerde niet wat ze verder nog achterliet op de tafel. Armando ruimde teleurgesteld de tafel verder af totdat hij een witte envelop zag. Uit nieuwsgierigheid pakte hij deze onmiddellijk op om te zien wat erin zat. Hij zag als eerste het logo van de Citibank en dacht dat dit belangrijke papieren van de vrouw waren. Hij aarzelde geen moment en rende de straat op, maar de vrouw was nergens te bekennen. Toen hij weer binnen was, besloot hij de envelop open te maken. Armando's ogen vielen er bijna uit van verbazing. In de envelop zat een cheque met het grootste bedrag dat hij ooit gezien had. Armando keek naar het bedrag en dacht na wat hij moest doen. Hij kon het geld houden en de vrouw een lesje leren. Als hij de cheque zou inlossen en het geld zou houden, dan waren al zijn financiële problemen in één klap opgelost. Maar als hij dat zou doen, dan was hij even gemeen als de vrouw die hem een moeilijke tijd had bezorgd die avond. Nadat Armando heel lang had nagedacht over wat hij moest doen, haalde hij de eigenaar van de pizzeria erbij en overhandigde hem de cheque. Ook de eigenaar was in shock en wist niet gelijk wat hij moest doen. Hij kon het geld ook niet gewoon in zijn zak stoppen, alsof er niets aan de hand was. Normaal gesproken werden de gevonden spullen van de klanten in de gevonden voorwerpenbak gelegd en konden de klanten bij terugkomst hun spullen altijd ophalen. Maar een cheque met zo'n groot bedrag kon je niet gewoon in een bak leggen. De eigenaar van de pizzeria probeerde de vrouw te contacteren door middel van de naam die op de cheque stond vermeld. Maar tevergeefs. Het enige wat hij nog kon doen was uitkijken naar de vrouw in de hoop dat ze nog een keer terug zou komen om de cheque te halen. Want zoiets verlies je niet graag. In de tussentijd zocht de vrouw ook naar haar cheque, maar ze kon deze nergens vinden. Ze haalde haar dochter erbij en die hielp haar overal met zoeken. Ze keken zelfs in de vuilnisbak. De vrouw belde toen het café waar ze in de ochtend langs was geweest en vervolgens de pizzeria waar Armando werkte. Maar tevergeefs. Misschien had ze de verkeerde pizzeria gebeld en niet die ene waar Armando werkte, denk je niet? Het geld van de cheque was al haar spaargeld. Ze had haar appartement verkocht en zou het geld gebruiken om een nieuwe te kopen. De vrouw was kapot en belde de bank om de cheque te annuleren, maar tot haar verbazing deelde de bank haar mee dat ze de cheque niet onmiddellijk konden annuleren. Ze zou nog 3 dagen moeten wachten voordat het proces van start kon gaan. Dan moest ze dus het geluk hebben dat het geld nog niet gebruikt werd door de vinder van de cheque. De vrouw wist niet wat ze moest doen en besefte dat ze zonder haar cheque dakloos was. Ze woonde al een poosje in bij verschillende vrienden. Zou dit haar levensstijl worden omdat ze zo onhandig was geweest met haar cheque? Toen de pizzeria de vrouw maar niet zag opdagen, schakelde ze hulp in. Ze namen contact op met het lokale nieuwsblad en binnen enkele minuten wisten ze haar te vinden. Binnen een half uur bevond de vrouw zich in de pizzeria waar ze Armando een moeilijke tijd bezorgd had. En wat denk je dat er toen gebeurde? Geef deze video een like als je net als ons graag wil weten hoe dit verhaal afloopt. Armando wachtte bij de deur af om haar te begroeten. Ze was blij en emotioneel om haar cheque weer terug te krijgen, maar toen ze Armando zag, liet ze beschaamd haar hoofd hangen. Kun jij je terugvinden in de situatie van deze vrouw? De vrouw voelde zich op dat moment beschaamd, zoals Armando zich voelde toen hij haar briefje gevonden had. Ze besloot het goed te maken door de hardwerkende Armando eindelijk een fooi te geven en haar verontschuldigingen aan te bieden. Maar de reactie die Armando haar toen gaf was heel erg verrassend. Niemand zag zo'n reactie aankomen. Armando accepteerde de verontschuldigingen van de vrouw, maar hij wilde het geld voor de fooi niet aannemen. Hij was al blij genoeg dat ze haar cheque terug had gevonden en dat was voor hem meer dan genoeg. Hij gaf aan dat de zaterdagen drukke dagen waren en dat hij het liefst alles dan gewoon van de tafels haalde en in de vuilnisbak deed. De vrouw was blij dat hij die dag niet zomaar alles had weggegooid. Om het toch nog een beetje goed te maken, ging de vrouw samen met Armando een pizza eten in het restaurant. Vervolgens nam de eigenaar haar mee om haar alle foto's waarop vrouwen stonden aan te wijzen op de wand. Het waren allemaal foto's van bekende vrouwen die ze over het hoofd had gezien. Hij maakte toen een grap met de vrouw dat hij haar foto ook op de wand zou plaatsen. Denk je dat de vrouw ooit weer zo'n gemeen moment zal hebben in de toekomst? Plaats je antwoord onderaan in de comments en abonneer op ons kanaal.
Zet het belletje aan en je mist nooit meer onze video's.